voordeel. Kwekel. Asante is boos. Is de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Oh, Asante. Gaat daar tegen bekerbrede aan staan. En moet er af met rood, zeg hij. Fysiek contact met scheidsrechter bekerbrede levert hem een tweede gele kaart op. Zwolle trekt zich uiteraard terug op eigen helft. Kaslauskas, ja, omdat Boer daar helemaal mis zit. En ook dat nog voor FC Zwolle. Vrij schop, Veerman, Kwekel, 2-0. Veerman is vertrokken, Boer, Kaslauskas, oh! Zwolle heeft een reddende engel op de lijn. Joppen. Via Sitschek. Saimak lijkt daar de overtreding te maken op Haastroep. Maar bekerbrede geeft zijn akkoord waardoor Saimak, de invaller, de 2-1 aantekent. 5 minuten voor tijd. Kwekel. Geen buitenspel, Bosman, want Van Hintem stapt te laat. En het is gedaan. 2 seconden voordat de officiële speeltijd erop zit, valt die derde goal voor Helmond Sport. En is er dus sprake van een beslissing. 9 punten verzamelden beide ploegen Almere en Helmond Sport tot nog toe. Ze staan ermee 5e en 6e. Op maat voor een leuke wedstrijd zou je denken. En hier is dus de kans voor de thuisploeg. Schumacher namens Almere schiet in het zijnet. Dat gebeurt na 7 minuten en is tevens het enige hoogtepuntje van de eerste helft. En dus moet het publiek zich vermaken op andere wijze. Maar in de tweede helft, dan wordt alles anders. En hier hebben we Kappenberg. En dit is een geweldig doelpunt. Het is de 53ste minuut, Almere leidt. En wat een schitterende goal. Nog maar eens. Een meter op, nou wat zal het zijn, 35, misschien 40... Hij zit er geweldig in. Werk aan de winkel dus voor Helmond Sport. En zo wordt het leuke wedstrijd opengebroken. En daar is de gelijkmaker, Kaslauskas. De verdediger op kousenvoeten mee naar voren geslopen. En uit het oog verloren door de verdediging van Almere City. 1-1. En dat blijft het tot een klein kwartier voor rust. Almere in eigen huis vrijwel niet te kloppen dit seizoen. Hier met de goede aanvalsopzet, Rosheuvel en de uitblinker in dit duel, Ribeiro, schiet dan 2-1 binnen. Het betekent weer een zegen voor Almere City. Scherpe voorzet en een goede redding van Zengier, dacht ik, maar het is de paal die redding brengt. Bakker. Zengier laat het aan zich voorbij gaan. Van der Heijden springt niet mee. Drosten. Daar is Van der Heijden. En daar is de 1-0 dan eindelijk voor Cambuur. Dik en dik verdiend. Vrijtrap van der Linden. Hard en van dichtbij binnengekopt door Kaslauskas. Zo heeft Cambuur heel veel mogelijkheden gehad op meer dan 1-0. Maar staat het gelijk. Van der Linden kan een bal alleraardigst raken van deze positie. Doet dat ook nu. Bizot moet ingrijpen en dan gaat hij er toch niet in tweede instantie. Kaslauskas. Juist wel, maar het is geen treffer. Ingreep van Heesen en dan moet Bizot ingewikkeld aan het werk. Nikliotis kan hij ervan profiteren. Kapt hem eerst en dat doet hij wel heel goed. Hij profiteert dus. En zo staat Helmond voor de voorsprong, krijgt hij dus geel natuurlijk. De Vries in de extra tijd. De Vries nu rustig blijven, dan wordt het in ieder geval nog een gelijkspel. En dat lukt dan. Helmond Sport en De Bos zijn dit seizoen weinig gelukkig tot nog toe. En dus verwacht je misschien wat van de derby vuurwerk. Den Bos voetbalt heel aardig en heeft hier via Van Weert de eerste doelpoging. Die gaat voorlangs.
Den Bosch is beter en dat is opvallend toch in Helmond, hier van Weert opnieuw. Het zijn allemaal pogingen van een goed voetballende ploeg. En Helmond Sport dat pruttelt en dat wacht af en dat creëert eigenlijk heel weinig. In de tweede helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld. Dan is er hier wel een overtreding gemaakt door Heze. Kuipers wordt even aangepakt. Hans de Koning zegt laten we het maar eens proberen. En hij heeft een specialist in huis, dat blijkt. Zijn naam? Van der Linde. Prachtig ingeschoten. Schitterende goal. Maar eigenlijk is het totaal onverdiend, want Den Bosch was de enige ploeg die continu in balbezit was. De ploeg die al creëerde. Maar het is Helmond Sport dat feitelijk uit de eerste de beste kans op voorsprong komt. Den Bosch doet er dan van alles aan om nog gelijk te komen. Maar dichter dan bij deze poging van Verbeek komen ze niet. Het is een gestolen zegen voor Helmond Sport.